zus van Bo. Hoe doet ze het tot nu toe? Ja, goed gereden. Eigenlijk hartstikke goed. Beetje ja, een PR. Net een PR, maar ja, goed. We gaan meestal sowieso, mijn ouders zijn eigenlijk altijd. En ik ga als ik kan. En meestal gaat mijn oudste zoontje mee. Mijn vriend is nu mee, oma is mee. Dus het zijn nu best wel veel, ja. Het is, ja, in het begin was het niet heel spannend natuurlijk. Dan is het gewoon al leuk dat ze meedoet. En het wordt steeds een beetje spannender of ze het goed doet. En ja. Ze doet gewoon alles ervoor. Het is ook al heel lang. En elke dag moet ze 2 keer trainen of vaak. En alles draait dan daarom. Ze kan wel met je afspreken. Maar dan is het, ik moet eerst trainen, dan kunnen we dit doen. En daarna moet ik nog dat doen. En ja, voeding en alles is gewoon in het teken van de sport. Het is toch wel een beetje onwerkelijk. Ik zat natuurlijk nog eenmaal met mijn hoofd bij die tweede race. Dat was natuurlijk super spannend. Ik had wel verwacht dat er nog wat mensen ondergingen. Dus ik moest mijn hoofd koel houden. En toen zag ik ook inderdaad dat ze nog wat sneller werd gereden. Ook door mijn teamgenoten. Dus ik denk, ik moet nog even gas geven. En nu gaan we met z'n drieën gewoon de World Cups in. Echt super gaaf. Je familie zit op de tribune. Ja, klopt. Mijn kleine neefje en mijn zus en mijn vader. Dat vind ik wel altijd heel fijn. Want dan kan ik voor de rit ook nog even ontspanning zoeken. Een beetje lachen naar hun en zo. Dat ja, vind ik wel. Ja, ze staan ook zo achter mij. Dus dat is ja, echt gaaf.